Hey, leuk dat je er weer bent. We gaan weer een workout doen. Deze keer doe ik een full body workout. Dus met deze workout gaan we echt het hele lichaam trainen. Let's do this! Begin eerst even met een korte opwarming van 5 minuutjes. Hiervoor maakt het niet zoveel uit wat je doet als je maar even 5 minuutjes een beetje lekker opwarmt en je lichaam losgooit. We beginnen met een lunge waarbij je je knie omhoog gooit op het einde. Dus eerst maak je een lunge en dan schop je je knie omhoog en ga je meteen weer terug in de lunge. Deze doe je 10 keer aan de ene kant en weer 10 keer aan de andere kant. Maakt niet uit als je af en toe je balans kwijtraakt. Dit is alleen maar goed voor je spieren, dat die een beetje ontregeld raken. Tenzij je het natuurlijk echt moeilijk vindt of je hebt last ergens van, dan adviseer ik je om de gewone squat te doen in plaats van deze lunge. Bij de tweede oefening ga je in een squat houding staan en zet je kleine stapjes naar de zijkant. Let op dat je niet te veel gaat bouncen. Loop van de ene kant van het matje naar de andere kant van je matje of zet een stuk of 5 stappen en ga weer terug. Probeer dit gewoon zo lang mogelijk vol te houden. Kijk maar even voor jezelf tot hoe lang je kunt gaan voordat je echt niet meer kunt. Kom op, even doorzetten, want het is wel echt een hele effectieve oefening voor je benen, je core, je hele lichaam gebruik je eigenlijk bij deze oefening. Okay, we gaan in een plank staan met je ellebogen op de grond, tenen op de grond, heupen naar beneden, maar let op dat je niet helemaal doorzakt. Hou je lichaam zo horizontaal recht mogelijk. Span je buik heel goed aan en hou deze tussen de 10 en de 20 seconden vast. Nu ga je vanuit de plank naar de zijkant. Je gaat op je elleboog steunen en je hand omhoog strekken. En let ook op mijn voeten, dat ik een beetje op de zijkanten leun van mijn voet. Probeer je lichaam zo recht mogelijk te houden. Spanning op je buik, je core en eigenlijk op je hele lichaam. Probeer dit 5 keer aan de ene kant en 5 keer aan de andere kant te doen. Dus totaal 10 keer je hand omhoog. En dan nu even de armen, je triceps. Dat zijn vooral de armspieren die de vrouwen willen trainen, omdat dat dat flubberstukje aan de onderkant is, waar veel vrouwen zich aan irriteren. Zoek even een randje op of een stoel. En zoals je ziet kan je dan gaan dippen. Het zal de eerste keer best zwaar zijn. Het kleine spieren zijn, althans bij mij. En probeer dit dan steeds iets vaker te doen. De eerste keer in ieder geval 10 keer. Succes! Bij deze oefening train je ook weer je hele lichaam. Ga op handen en voeten staan. Je schopt je been omhoog naar buiten, zodat hij helemaal horizontaal is met de rest van je lichaam. En dan breng je je knie naar je elleboog. Hou spanning op de buik en op je benen. Goed alles aanspannen. 10 keer aan de ene kant, dan wisselen. En dan 10 keer aan de andere kant. Sluit de routine af met deze explosieve burpee tussen de 5 en 10 keer.
Helemaal toppie. En nu deze routine 3 keer herhalen. Deze workout die slaat helemaal aan bij mijn 12-weken-plan in de eerste week. Mijn 12-weken-plan die is helemaal thuis te volgen. Ik maak persoonlijke schema's op maat. Dus als jij niet naar de sportschool wilt, dan maak ik trainingen voor meiden die dus gewoon lekker thuis willen trainen. En daarvoor maak ik eigenlijk deze video's. Voor die meiden, zodat ze een beetje extra beelden hebben van hoe ze de oefening kunnen uitvoeren. En ze staan gewoon lekker op YouTube, op dit kanaal. Dus jij kunt ook gewoon lekker meedoen. En heb je nou interesse om een heel aangepast schema voor jezelf te laten maken, inclusief voeding, lifestyle en alle trainingen? Neem dan even contact met mij op via mijn website. Die staat hieronder. Ik heb net ook al een hele workout gedaan, dus vandaar dat ik een beetje buiten adem ben. Maar dat wil ik dus nog even vertellen erbij. Dat het dus echt leuk is als je een heel plan met mij aangaat. Omdat je dan dus eigenlijk in 12 weken tijd je hele lichaam een transformatie geeft. En dat gaat niet alleen maar om uiterlijk vertoon. Misschien heb jij dat wel niet nodig of vind jij dat niet nodig. Maar het gaat ook echt om jezelf fit voelen en gezond voelen en gelukkig zijn. En natuurlijk door middel van de trainingen, door middel van gezonde voeding, ga jij je veel energieker en leuker voelen. En dat is eigenlijk wat ik het allerbelangrijkste vind zelf aan het 12-weken-plan van mij. Maar natuurlijk ook om gewoon lekker helemaal bikini klaar de zomer in te gaan. Nou, dankjewel voor het kijken en hopelijk. En eerst maar eens even lekker deze training doen. En dan maar verder.